En hallo mensen, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in een potje Domination. Ik speel vandaag met de NV4 Fallout en ik ga vandaag spelen met de Terminal, met de NV4 Fallout, met de Terminal, de Force Grip, Quick Draw, Suppressor en Hollow Point erop. Met als perks de Scavenger en de Ghost. En ik ga meteen uitleggen waarom ik hiermee speel. Dat is heel simpel eigenlijk. In Call of Duty heb je voor in dit geval voor de NV4 160 headshots nodig. En ik heb gemerkt dat dat best wel moeilijk te halen zijn, omdat je krijgt gewoon niet heel veel headshots. Zo simpel is het gewoon. Dus dit is in mijn ogen mijn setup om daar sneller doorheen te komen. Want met een terminal kom je er gewoon sneller doorheen. Zo simpel is het gewoon. En met Hollow Point heb je sneller headshots. Dus dat is super chill. Ik heb een beetje last op mijn gezicht en een beetje pijn. En een beetje verkouden. Dus dat kan aan alles liggen dat ik een beetje... Weet je, mijn kop schudt zo hier en daar. Maar, weet je... Oh mijn god. Ook hallo. Heb jij ook een mooie headshot gemaakt? Even kijken. Ik weet het niet. Oh, tuurlijk. Ik ben twee seconden weg. De enemies hebben alweer Bravo, hoor. Of B. Bravo. Dit gaat sowieso nooit goed, dit gaat nooit goed. Dit kan niet goed gaan, hoe gaat het goed, dat weet ik echt niet. Oh mijn god. Het is wel een beetje belangrijk, dat je met deze setup een beetje, ik zal het niet camp noemen, maar rustig speelt. Dat ik het even zo omschrijven. Want als je met dit ding de hard op afremt, dan is het niet zo heel goed. Is het niet zo makkelijk. Natuurlijk heb ik die vlag weer net niet. Op deze manier krijg ik geen headshots, jongens. Ik wil die headshot. Headshot? Waar met die kool blauw? Oh, daar zat ik vast. Ik had eigenlijk even moeten kijken hoeveel headshot ik net had en hoeveel ik er dan hierna. Dan weet ik namelijk hoeveel ik er straks gehaald heb, want dat kan je namelijk niet meer zien. Want daar zijn ze te lui voor om daar een mooi rubriekje voor te maken. We wachten. Oh mijn god, waarom sta je dat? Waarom staat iedereen te campen de laatste tijd? Ik kom het echt vaak tegen. Oké, ik zeg wel dat je met deze class rustiger moet spelen. Maar het is wel echt. Was dat een headshot? Ja, prachtig. Is dat ook een headshot? Dat is ook een headshot, prachtig. Hebben we de twee achter elkaar? Weet je, die vlaggen, dat doen we nu niet zoveel. Ik speel nu niet voor de vlaggen. Oh, jeetje, ik wist niet waar je stond. Mijn fout. Weet je, als we dit potje verliezen, eigenlijk maakt het niet heel veel uit, want ik wil echt even die headshot stikken. We hadden net al twee achter elkaar, zoals ik zag, dus dat is in ieder geval heel hartstikke chill. Dat is prachtig. Oh, ik schrok me dood, teammate. Wow, stond jij daar te campen? Soort van. Ja, hij was al aan het heen gestoen. Hij was al ingestoen. Ik dacht dat het gaat al heel snel. Sorry voor de killsteal. Enemy holds all objectives. We take those points. The enemy launched a counter UAV. Het kan ook gewoon niet goed gaan, hè? Niemand helpt me ook. We're failing squad. Ik speel niet eens voor die vlag, ik loop gewoon langs vlaggen. Nu heb ik 4 captures. De rest van mijn team heeft ook zoiets van, fuck it. Oké. Want ik heb over het algemeen als ik Domination speel en ik speel altijd eigenlijk altijd wel voor die vlag. En dan heb ik aan het eind van de twee rondes bij de twee, dan heb ik over het algemeen
wel 9 à 10 captures. En als ik er nu pas 3 heb en ik let er niet op, weet je. Dat is niet zo heel veel bijzonder. Maar volgens mij, ik heb zo net in ieder geval al 2 captures of 2 headshots gezien. Dus weet je, als je elk potje, laat ik het even zo stellen, laat ik zeggen dat je elk potje 5 headshots pakt. Dan duurt het nog steeds echt fucking lang voordat je 260 headshots hebt. Dat is echt verschrikkelijk. Weet je, de homevlag die pak ik altijd even. Ik ga niet vooruit rennen, ik ga gewoon niks dat ding pakken. Dat is sowieso wel eentje. Oké. Enemy UAV in your vicinity. Securing C. Toch hier staan, weet je. Assist your team at A. Charlie secure. Oh mijn god. Daar ja. Oké. Ik weet het ook niet anders hoor. Ik moet wel een beetje op die vlaggen letten, alleen ik ga er niet voor omlopen. Oh ja, tuurlijk. Ik kom nog even met zo'n klauw op mijn gezicht. Voelt zo fijn, net passage. Oké. Hier komen de enemies vandaan als het goed is. Niet te vinden waar. Oh, prima, prima. Oké, mooie kill. Waarom verdedigt niemand die headshot? Wel headshot nu? Dank je. Zie ik graag headshots. Oh. Ook een headshot? Nee, geen headshot. Jammer. Ah. Ja, je denkt dat je mij kan pakken. Ik weet dat ik sta een beetje te campen, maar hij komt steeds aanlopen, dus waarom ook niet? Oh ja, nu komen ze met z'n tweeën, nou, dan wordt het ook niet meer. Oké. Okay. We hebben in ieder geval weer 2 headshots erbij, dus hebben we nu in ieder geval 4. Dus in principe is het met dit behalen, ja, weet je. Als je nog wat lekkerder gaat dan ik, wat niet zo heel moeilijk is op het moment, volgens mij. Dan zou behalen van 5 headshots niet onmogelijk moeten blijken. Dus 5 headshots per port, per domination potje, dat is heel goed mogelijk, als ik zover als ik het nu zie. Oké. Oké, jongens. Hier spannen we zelf. En de skieter is te gek, man. Oh, gaat goed. Ik ga wel positief. Dat is op zich nog. Ja, het is geen hele pracht. Het is geen prachtscore of zo, maar. Oké, even hier. Kijk, op een vlag kan je campen. Dat is helemaal geen ding. Nee. Oh, daar gaan we al. Ja. We kunnen misschien nog even winnen, weet je. Dan pakken we net even iets meer. Letten we iets meer op die vlaggen. Kunnen we in principe gewoon nog winnen. Oh, dat was echt een makkelijk. Dat was een easy headshot geweest als die hadden gehad. We moeten eigenlijk wel voor zorgen dat we niet 2 vlaggen hebben. Tuurlijk, neem nog even een warden mee. Securing B. Zo, gewoon even je hoofd krabben, maakt helemaal niks uit. Dan gaan we deze kant op. Oh ja, ja, weet niet, dat is heel veel zin het of zo. We kunnen het altijd, proberen. Ook altijd leuk. Oh, wat doe ik? Oh, wat god. Gaat goed, Rodney, gaat goed. Ik krijg een tweede kans voor de game. Yay. Oh, die kill steal. Zo jammer. Oh mijn god, heb ik dan serieus alleen maar hitmakers? Beetje jammer dus. Oké. Okay.
Headshot. Nee, jammer. Kom dan. Ik hou niet van het campen. Moet maar even. Oeh, mooie kill, mooie kill. Oh, dat is een nieuw wapen. Dat is een, ze hebben er extra wapens aan toegevoegd, wat ik gezien. Dus ja, dat is een nieuwe vorm van de RAW. Ik moet nu in ieder geval die 5 toch wel binnen hebben. Oh, waar kwam jij vandaan? Hij ziet er wel tof uit, die RAW. Oeh. Als we nu 2 vlaggen houden, gaan we gewoon nog winnen, denk ik. Ik weet niet zeker, maar dat denk ik. Wachten. Oh ja, ik weet dat, geen idee. Dit is echt zo'n kutplekje. Dat je gewoon geen idee waar iedereen zit. Ik loop alleen maar langs de randen, bedenk ik me spontaan. Ik loop eigenlijk niet door het midden, maar dat is ook omdat je, zoals ik zei, je moet dat rustiger aanspelen met deze class. Nou, je moet dat niet echt door het midden willen, denk ik. Oh. Prachtig. Ah, een van mijn teammates gaat goed, man. 47 kills. Netjes. Ja, ik zag je dan wel. Oh mijn god. Ik had jou ook gewoon bijna nog, hè. Dat is ook echt super leuk, dit. Oh mijn god, waarom? Waarom? Ik sta nog steeds positief, hè, besef. Met andere woorden, met deze... Oké, ik sta nu gelijk. Kom dan. Kom dan terug. Ja, oké. Okay. Kom dan. Weet je dat je daar zit? Oh. Nou, ik heb toch nog een hele nette score neergezet. Met in dit geval 8 caps, 28 kills, 25 deaths. Hele nette score, vind ik zelf. En nu heb je ook nog eens gewoon, ja, gewoon lekker wat, wat headshots erbij. Op een manier, het is rustig, je speelt rustiger, maar toch kan, ja, het is heel goed haalbaar. Zijn we nog, oh, we staan, ik heb niet gewonnen, ja, we hebben niet gewonnen, maar zoals ik zei, ik heb niet echt gelet op die vlag uiteindelijk. Wel een beetje dacht, hey, we kunnen misschien nog winnen. Niet gelukt, was wel erbij, maar dat maakt helemaal niks uit. Enemies ook goed gespeeld, deze guy heeft netjes gespeeld, deze guy ook. Dus, ja, zodoende. Zo, en jullie nog even weg. Dus, wat kun je eruit halen als we kijken naar mijn mooie potje hier? Ja, 13.000 en weet je gedoe. Even kijken. Nou, ik heb in ieder geval, even kijken. 28 kills gemaakt, 25 deaths, 8 captures en 2 defense. Dat is heel netjes op zich. En als we dan kijken naar hoeveel headshots ik nu heb. Ik heb hier ook iets gehaald. Deze ziet wel echt heel nice uit. Using een optic. Heb ik die nu pas? Verbaast me een beetje. In ieder geval, we zijn op dit moment zijn we op de 57 headshots. Dus dat is in ieder geval al meer dan we... Dan, ja, we hadden sowieso 5 kills. Hè? Die hebben we sowieso al gehaald. Longshots ben ik ondertussen mee bezig. Want met deze class ga je longshots echt wel halen. Geloof me. Headshots, daar zijn we dus mee bezig. Hierbij, dit kun je dus nog niet halen. Deze, dit kun je dus nog niet doen. Maar dat moet je dus eerst 160 headshots verhalen. En je longshots en je 50 kills met je optic. Ja, gedoe. Maar en dus niet 160 headshots. En hier heb je allemaal andere bullshit. Maar ja, wat hiervan... Hé, wat is dit? Ah, dat is... Ja, nee, oké. Okay. Nee, oké, okay, zover was het. Dus in ieder geval, ik zou jullie er zeker aan raden deze class te gebruiken. Jullie hebben gezien, je kan er een prima score mee halen. Dat is in ieder geval belangrijk. Dat je er een lekker score mee kan halen. Je moet iets rustiger aanspelen. Het is een beetje wennen, deze class. Ik zeg heel eerlijk dat ik ook pas na 2-3 potjes zoiets had van... Ah, nu ga ik ook wel lekker, weet je. Je moet wel echt even in deze class komen. Tenminste, voor mij. Dus... Misschien vind je het super chill. Misschien vind je er 3 keer niks. Ik vind hem chill en ik raad hem zeker aan om te proberen. Dat sowieso. Dus probeer hem even. Test hem even uit en laat even achter wat je ervan vindt. Want als je het zo moet halen en je wil al je wapens goud hebben. Dan is dit in mijn ogen toch een heel goed begin. Want op zich, ik ben nu al ja, 7 van de 14. Dus ik ben op de helft van alle camera's die ik hiervoor moet hebben.
Dus in ieder geval, hebben jullie van deze video genoten? Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal hier beneden in de beschrijving. En dan zeg ik hartstikke bedankt voor het kijken. En zeg ik laters, dag en doei.